그쵸? Goedemorgen allemaal. Zoals je misschien wel hoort, waait het enorm. Dus we gaan eventjes de paardjes op de wei zetten en uitmesten. Want daar heb ik niet echt een microfoon voor nodig. En dan gaan we straks, als de wind is, gaan liggen. Want dat doet het als het goed is volgens de weersapp. Maar ja, je weet het maar nooit in Nederland. Het zou ook droog blijven vandaag. Maar dan gaan we vanmiddag even met Lucky rijden en Valentijn's beentjes wassen. En misschien ook even iets met Shetlanders doen. Maar eerst even uitmesten dus en ze op de wei zetten. Allemaal door de greppel. Nou. Enthousiast. Ik hoop dat ik net een wat leukere timelapse angle te pakken had, zeg maar. Want ik kon geen statief neerzetten door de wind. Dan zou de camera om zijn gewaaid. Maar we gaan nu even wat lunchen. En dan komen we daarna terug met ook het zadel en alles van Lucky. En dan gaan we even iets met de paardjes doen. Want de wind gaat wel steeds minder zijn, dus dat is fijn. Oh ja, en Valentijn's beentjes moeten we ook even wassen met Betadine shampoo. En die moeten we ook even bij de winkel nog halen. Dus tot zo. Wij zijn terug van lunch en het waait nog steeds echt heel erg hard. Maar ja, maakt niet uit. We gaan even zo meteen wat balkjes in de bak leggen. En dan gaan we de paardjes van de wei afhalen. Zorg dat mijn pluister goed op blijft, anders hoor je helemaal niks. Maar in ieder geval, we gaan de paardjes pakken. Misschien helpt het als ik zo in de wind sta. Maar in ieder geval, we gaan zo meteen even Lucky pakken, hem zadelen. En dan een balkjestraining met hem doen. En ja, ook de rest van de paardjes van de wei afhalen. Want ze krijgen anders gewoon veel te veel suiker binnen. Dus dat ook even voorkomen. En ze worden anders ook veel te dik. Neergelegd, maar het kan best zijn dat we er straks een vierkantje of iets anders van maken. Dus dan ja, kunnen we verschillende oefeningen doen. Het kan best wel zijn dat Lucky dadelijk in draf wat gevoelig lijkt te lopen, maar dat komt natuurlijk omdat wij hier alleen een harde ondergrond hebben. En Lucky die heeft dunne zolen en we zijn bezig met het, het dikker maken van de zolen of zorgen dat hij beter daarop kan lopen. Dit doen we samen met onze hoeforthopeed. Dus het kan zijn dat je denkt van oh, hij loopt een beetje gevoelig, maar ja, dat weten we. We gaan ook niet super lang met hem trainen. We doen hier in dit soort bakken altijd max 20 minuten om ook die tolerantie in die hoeven wat op te bouwen. En daarmee krijgt hij wel gewoon zijn goede beweging en zo. Maar heb je niet dus dat hij te veel last krijgt van zijn voeten. Dus ja, we proberen dat op te bouwen. Danielle die komt als het goed is over 2 weken weer uit mijn hoofd. En dan gaan we eens kijken hoe hij ervoor staat met zijn voeten. Future.
kijk hier ons knappe sportpaard. Hij heeft een beetje een mohawk nou op de voorkant. Door de wind. Een wind mohawk. Goed, ja, hij is een beetje zo van... Ja, ik doe het. Hij doet altijd zijn staart omhoog zo van, toch niet. Misschien moet je even stil gaan staan, kan hij poepen? Of toch niet? Ja, goed zo, Lucky, braaf. Toch wel poepen? Ja, hij doet wel. Nee. Oh. Goed zo, braaf jongen. Ja, even. Kom mee. Ja, kom. Goed. Zie hier ons brave paard. Het echte staken wat hij voorheen deed, heeft hij hier nog niet gedaan. Dus even afkloppen. Nee. Maar hij is echt super braaf. En hij ziet er zoveel mooier uit met een ietsje dikkere buikje, jongen. Hij moet wel voorwaarts blijven inderdaad. Ook in stap. We hebben toch heel eventjes een zweepje erbij gepakt, zodat Dwayne gewoon niet elke stap mee hoeft te geven. En we proberen dat zweepgebruik mega af te bouwen. Maar eigenlijk alleen het zweepje zelf al helpt gewoon enorm. Hé, jongen? Het eerst voorwaarts en dan de rest. Zo, de wind. Wauw, echt die wind. Zo. Zo. Wat zo leuk. We staan natuurlijk wel ook in een drafafstand, dus ja. Wind, poepie. Hij is klaar. Ben je klaar, jongen? Goed zo, braaf. Hij staakt ook niet naar het poepen. Wat een braaf paard. Goed zo, jongen. Ja, hij gaat niet meer zo, hij is een beetje onzeker, zeg maar. Ja. Maar dat is oké. Okay. Hij mag wel voorwaarts inderdaad overeenstappen, want dat kan hij wel. Kom maar. Ander been. Sorry, het is een manegeles hier, hè. Ja, doe maar even een paar keer rondjes draven, hoor. Kan hij even zijn balans vinden hier op de bodem. Thank you.
Anders even een volte kan ook. Met zo. Doe ook maar een keer van hand veranderen, inderdaad. Ja, dit is in mijn hoofd. Precies! Wat zo leuk. Goed zo. Supermooi, goed zo jongen. Ja, hij heeft best wel veel moeite met de bodem, merk ik. Maar het is ook wennen voor hem en we trainen niet super lang, dus dat kan wel. En hij mag gewoon wat meer tempo, want hij gaat naar onder tempo en dan gaat hij taktfouten maken. Oh. Wat deed hij nou? Echt goed. Die was heel braaf. Die was heel braaf. De tweede mag iets verder door elkaar. Die tweede? Ja. Bedoel je de eerste en de tweede? Ja, dus die eerste iets meer naar buiten toe. Ja. Zoiets. Volgens mij mag jij in springhouding blijven zitten als je over de balk heen gaat, Dwayne. Ja, verlichten zitten inderdaad. Zie daar onze toekomstige springruiter. Ja. Ha. Vooral voor zijn achterhand, hè. Ja. Ja, zeker. Beetje scheef. De balk ligt ook scheef, hè? Ja, de balk ligt ook scheef, maakt niet uit. Wat een goede verlichte zit, Wayne. Ja.
Ik kan wel zien dat jij dressuurruiter bent. Dan wordt springles nemen, schat. Ook met balkjes oefeningen. Lucky doet het wel heel goed. Ja. Maar misschien kunnen we met Marjan ook een keer even balkjes oefening doen. Want in dressuur is het ook gewoon heel verstandig. Alleen je hebt natuurlijk heel weinig verlichte zit en dat soort dingen en balkjes oefeningen gedaan. Dat we echt alleen basis hebben gehad. Maar hij doet het super goed. Ik bedoel met hij Lucky, maar jij doet het ook goed. Nu al moe. Man. Die bocht was iets te groot voor de balkjes. Nee, het was geen balkje, Ja, braaf. Ja, goed zo. Ga maar voorhoed of langhoed, bedoel ik. Ja. Goed zo, braaf. Hè? Het is moeilijk kloppie, Luc. Beide. En weet je wat het is? Jij vraagt hem natuurlijk ook om vanuit zijn achterbeen te galopperen. Dat is moeilijk. Dat kost meer energie namelijk. En zeker als hij een maandje vrij heeft gehad. Ja, nog maar. Kip. Hangt hij hangt inderdaad, want je hebt tenminste wat... Ik ga het in de voren, nee, je moet achter blijven zitten en dan galop duwen. Dat je het zelf voelt. Dat is belangrijk. Ik weet het ook, maar... Ja, het is een soort van veiligheid om het idee te hebben dat als je met je gewicht dat je hem naar voren wilt duwen. Ja, maar dat is niet hoe het werkt inderdaad. En heel veel overgang is met hem ook belangrijk. Heel veel overgang is met hem ook belangrijk. Oh, nog een paar keer dat balkies. Tjoep, 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 tjoep. Oh. Doe het goed, Wayne. Dankjewel. Of je doet je best in ieder geval. Oh, ja.
Ja? Ah, laat me lang. Zo, oh, volgens mij wil die eten. Dat is wel mooi lang gestrekt, Luc. Lang teugeltje. Even uitstap. Binnenkort op de rijvereniging krijgen. Een betere bak ook. Ja, de rijvereniging is denk ik voor zijn voeten een stukje beter. Want je ziet gewoon dat hij moeite heeft met de ondergrond. Maar ja, dit paard is ook echt totaal niet gewend om op deze ondergrond te rijden en te doen. Dat is opbouwen. Ja. Zeker. En naarmate zijn voeten dadelijk beter gaat, gaat het op zo'n ondergrond ook beter. Dan moet hij gewoon even opbouwen. Ja, ik ook niet op vertrouwen. Ja, zeker. Oh. Zo, Luc is klaar. Zadel af. Oh, kijk de wafeltjes. Wauw. Wafeltjes. Ja, ik even met een borsteltje eroverheen. Wat is er, ben je nou heel moe? Heb jij heel hard je best gedaan? Dat is goed, hè, Luc? Heb ik goed gedaan. Oh, brave jongen. Ja? Brave jongen ben jij. Kom maar. Neem jij mee? Oh. Doe de camera even. Ja. Zo. Hey. Eventjes de wafeltjes eraf. Zo. Doei, wafels. Ja. Zo. Oh, is hij klaar? Hij heeft echt amper gezweet. Tenminste, Lucky heeft amper gezweet. Het been gaat goed. Oké, kom maar. Gaan we weer de wei op, Luc? Of ja, niet de wei op, want jullie zijn anders veel te dik. Maar we gaan brokjes eten. Ja, gaan we brokjes eten? Gaan we brokjes eten? Hij is helemaal moe. Mentaal was het wel heel veel, hè, jongen? Moet je het hals even? En wat zijn jullie aan het doen? Hele Pim, we gaan dadelijk even het andere dingetje opdoen, want volgens mij is het een beetje warm. Kijk eens even, wat een braaf paard er met een touwtje om uit te komen. En kijk eens wie er met zijn mooie rijlaars door de modder aan loopt. Goed idee. Ja, oh, wacht, kleine chef. Na het rijden kwam er eventjes iets tussendoor waar we heen moesten. En onze partytent waaide bijna kapot. Dus die hebben we even afgebroken snel. En we moeten zo meteen ook eten maken. Dus tijdens een beentjes doen we morgen, oké? Doen we dat morgen? Laten we de boiler even aan. Dan hebben we gewoon genoeg warm water morgen. En dan kunnen we morgenavond ook beter doen. Dan wordt het ook bijna 20 graden. Dus dan is het ook lekker warm. Dan accepteert hij ietsje meer als zijn beentjes worden gedaan. Dan denkt hij, oh, dat is gewoon omdat het lekker warm is. Hè? Is hier een vriend. Ik heb dingen in je oogje. Dus ja, dat konden we net zo goed naar morgen verplaatsen. We zijn even eten voor ze aan het maken. Ik heb net al het water en het mineralenbuffet weer klaargemaakt. We moeten alleen even wachten op de chatties. Maar daarachter komt Seppie al. Doe jij het doortje dicht? Goed zo, dankjewel. Doe maar dicht, dankjewel. Goed bezig, Tijn. Alle paardjes hebben eten in een bak. Behalve Nirvana en Seppie, want ze hebben alles op de grond gegooid. Sepp, nee! Paardje moet al de helft van de grond afeten. Gekke ponies. Gekke ponies. Dan krijgt Nirvana nog heel eventjes een 0 grams dekentje op. En daarna kan die af, hè, meisie. En deze keer is ze wel echt een stukje beter bijgegroeid van de scheerbeurt. Alleen, hier zie je het nog. Voor de rest op de billen helemaal weg. Hier nog een heel klein beetje. En hier op het buikje nog een heel klein beetje. Maar voor de rest is het helemaal mooi. Goed erin. Ja. De paardjes hebben eten gehad en zijn nou al achter, want ik weet niet of ze net ook al komt gebracht. Dus kunnen er weer lekker tegenaan, hè? Ja! Ik denk dat dat de vlog was voor vandaag. In ieder geval bedankt voor het kijken. Laat een leuke reactie achter. Doe een duimpje omhoog. En tot de volgende keer. Doei doei!